Het is bijna een doodzonde om door de Sparta-mars heen te praten. Het scheelt dat er niet wordt meegezongen vanaf de tribunes. De elf van Sparta onder in beeld. Een 4-2-3-1 formatie. Dus dit keer met Ouazzar die terugkeert en Gravenberg met die in de punt van de aanval. Oh, zo belangrijk, Adil Ouazzar. Deze vergeleek zijn motivatie met die van de wereldtoppers als Messi en Ronaldo. De elf van Willem II met achterin de Sven van Beek. Speelde ooit in de Sparta-opleiding. Derek Keun linksback. Pavlidis en Trezor. Het lijkt erop dat Trezor, als je kijkt naar deze opstelling zoals ze nu beginnen, op 10 gaat spelen. En Pavlidis vanaf links komt. Haroui die gaat het proberen. 18 meter afstand en Muric verwerkt dat schot goed naar de zijkant. Derde keer dat Sparta gevaarlijk komt opzetten. Dan moest de keeper echt redden. Daar is de kopstoot en nu gaat hij net voorlangs. Zo is Sparta het gevaarlijkst in de eerste 10 minuten. Heerlijke afstand, zeker voor iemand met een pegel zoals Haroui. Maar hij krijgt hem net niet genoeg richting de hoek. Hier krijgt hij hem juist te veel richting de hoek. Ouazzar neemt wat te veel tijd. En dus de overname van het Mike Trezor. Nog altijd de Trezor. Heeft de Vriet bij zich. Hij doet het zelf. En dat is achteraf gezien altijd de slechtste keuze. Als je ziet hoe het uitpakt. Maar hier zat meer in voor Willem II. Nee, Trezor. Hij deed het helemaal in zijn uppie. Tie. Mijnans, Gravenberg, uitstekend gevoetbald dit door Sparta, alleen de uithaal blijft uit. Pavlidis, want Nundeli staat nu aan de linkerkant. Spierings kan wat meters maken, zou het misschien kunnen proberen. Doelpogingen worden er niet beter op. Vriends werkt weg, maar die bal niet direct uit het 16 meter gebied van Sparta. Een blessure bij Pinto. Die voelt direct aan zijn hamstring. Dan weet je vaak wel hoe laat het is. Hier ontstaat de blessure. Hij trekt volledig uit elkaar. En dus komt Aaron Meijers het veld in. Uiteindelijk de muur niet nodig had. Gravenberg. Volgende vrije trap voor Sparta. Ja, dat is toch niet handig dat je vrije trappen weggeeft op die positie. Niks aan het handje. Gewoon voor je houden. Volgende speler die bij is gaan zitten is Pavlidis. En dit vindt de sponsor niet zo heel leuk van dit schoenenmerk. Ja, daar gebeurt het. Ineens stuk. Ouderwetse tape. Werkt prima. En de materiaalman moet behoorlijk wat meters maken om een nieuw paar schoenen te halen. Vriend. Die. Mijnans. Doet dat handig, maar Keun herstelt zich goed in dat duel. Goed werk van Vriet. Trezor op links Nunnely, op rechts Pavlidis. Trezor, het schot en dat gaat er net naast. Gevaarlijkste poging van Willem II. Deze kunnen in het archief of in de prullenbak. Goeie bal van Vriet Pavlidis. Hier zit wat in voor Willem II. Er zit tempo in die aanval. Pavlidis. Trezor.
Doet hij dan, Trezor? Dit was de kans voor Willem II om op voorsprong te komen. En zo kun je toch gerust stellen dat Willem II het beste van het spel heeft, het meest gevaarlijk is. Maar vooralsnog 0-0. Spierings. Pavlidis. Vooralsnog niemand in het 16 meter gebied. Nu wel Vriet. Nunderli, daar komt de Owusu. Die kan lekker tegen die bal aanlopen. Op weg naar de kruising. Dat schot van Leroy Owusu. Maar nooit de bestemming bereikt. Prachtig de reactie. Smeets. Gewoon rechtstreeks voor het doel kan ook zomaar wat opleveren. Het is bijna nog een eigen treffer van Holmen. Gravenberg. Haroui. Abels. Smeets zou kunnen. Het gaat daar naar die. In een wedstrijd waarin kansen spaarzaam zijn. Zeker kansen van deze omvang is dit gewoon een goede gelegenheid hoor, voor Sparta om een doelpunt te maken. Dubbele wissel aan de zijde van Sparta. Fortes en Engels komen erin. Het is einde wedstrijd voor Dirk Abels en ook voor Denzel Gravenberg zit het erop. Puinruimers bij Sparta. Gravenberg uit zijn frustratie op een flesje. Weer Meijers. Vriet. Keurig gedaan door Vriet. Jonk. Goed, er is zo weinig ondersteuning. Alleen Trezor een beetje in zijn buurt. Maar hij komt zelf ook een heel eind. Nu is Trezor wel aanwezig. Nunderli met het hoofd. Ja, 1-0 Willem II. 1,70 meter lang. Maar hij is iedere centimeter goud waard vandaag. Het begint allemaal met de run van Paul Jonk. Die aan die rechterkant heel wat meters kan maken. Na goed werk ook van Vriet. En dan legt de Trezor hem op het hoofd. Bij Nunnely. Die als een echte spits naar die bal toe komt. En van relatief dichtbij ook Koye kansloos laat. Owusu. Oh, maar weer door de lucht Nunnely zoeken. Waarom niet? Nou, die staat er alleen niet. Die is hier. Nunnely. Vriet. Het is een penalty, denk ik nog. Nee. Blom laat dit gaan. Terwijl ik denk dat Riti toch dusdanig gehinderd wordt. Die wordt toch wel eventjes gehinderd door Vriends. Dan is het de vraag, is dit een 100% fout van Blom? Nunnely, Trezor, daar is Pavlidis en die komt er net niet aan te pas. En nu gaat de bal wel op de stip, omdat Blom ziet dat Pavlidis vastgehouden wordt. En Fortes, weer de slemiel aan Sparta-zijde. En Pavlidis dusdanig lastig gevallen dat Blom een strafschop geeft. Geel wordt rood, dat is de discussie. Het ontnemen van een 100% scoringskans. En dus rood voor Fortes. En dat maakt de invalbeurt voor Fortes nog ongelukkiger. Het heeft allemaal eventjes geduurd. Maar Trezor evengoed koelbloedig. En Willem II op 2-0. En je zou zeggen in veilige haven. Maar goed, wat is veilig in Tilburg dit seizoen? Vriet. Kan het allemaal nog fraaier worden
voor Sparta. De zon schijnt op het kasteel voor de Tilburgers. Vriet. Net niet. Daar kan het zo nog spannend worden als Garcius die bal klaarlegt. Maar die een teenlengte tekort komt. Met die man creëert Sparta toch nog een kans. Als twee spelers naar die bal toe gaan en Spierings net te laat is om die af te stoppen. Maar het geluk heeft dat die bal te scherp is. Bal nog een keer voor. Op het dak van het doel gekopt door Garcius. Pavlidis. Trezor. Ach ja. Bij deze stand en deze voorsprong groeit het vertrouwen. Dan kan dit ook nog wel. De zon schijnt op het kasteel voor Willem II. De eerste uitzege van het seizoen geboekt door de Tilburgers. Sparta wordt met 2-0 verslagen. Doelpunten in de tweede helft gemaakt door Nunnely. En vanaf 11 meter Trezor. Een kamerbrede lag bij Shane Nunnely. Die met het hoofd de score opende. En in het weekend dat alle ploegen onderin punten pakken. Doet Willem II keurig mee. 3 zeer belangrijke punten op het kasteel. Nog lang niet uit de problemen. Dat zeker niet. Maar het is de eerste zwaluw. En of het zomaar gaat worden, moet de toekomst uitwijzen.